Zo, lieve vrienden, weer eentje klaar, maar die komt buiten te hangen. Dus ja, helemaal geweldig en ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, het ruikt lekker, hè? Echt. Het ruikt echt. Ruikt altijd. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag en de hoeveelste, dat gaan we kijken. De 27e alweer. Ja, onze Jan van Dam is jarig, ook dat nog, maar dat komt zo. Ik moet trouwens ook opschieten, want om 1 uur staat Stefan weer voor mijn deur, dus ik moet heel hard opschieten. Maar ik wens jullie welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En onze lieftallige Jan, jij bent vandaag jarig, dus van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ook zal ik je nog straks bellen. Komt allemaal goed, lieverd. En ik ga met de hondjes eerst uit. Want ja, zoals ik al zei, is Stefan, mijn huishoudelijke zorg, die komt zo meteen. En dat op zaterdag, in zijn vrije tijd. Ja, hij moest schipperen, dus ja. Tenminste, schipperen. Hij moest schuiven, want hij wou gisteren ergens naartoe. Ja, dan zal je toch op je vrije dag even moeten komen werken. Ja. Die moet even eten hebben. Dus dat staat al klaar. Moet ik het in de gang zetten. En dan pak ik mijn jas en dan gaan we gelijk de gauw er snel vandoor. Want ook is het iedere keer regenachtig hier. Dus ja, eventjes snel op en neer. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, dan ben ik weer eventjes retour. Ja, Stefan die is geweest. Die is al weer ruim een tijdje weg. Maar ik was even het een en ander aan het uitzoeken ook. En ik heb een pakketje binnengekregen. Een klein pakketje. Ik had wat besteld omdat het bijna op was. Dus ja, en het is gelukkig nog niet op, maar bijna. Maar dan heb je in ieder geval weer nieuw. En het is wel met make-up te maken. Ik moet het even zien hoe ik het open moet maken. Die is nou al leeg. Maar, nou moet het zakje open. En het is zwart, als het goed is. Als we het goed hebben opgelet. Trouwens wel een mooie, hè? Miss Rose. Ja. Kijk. Eyeliner. Maar ik gebruik het niet als eyeliner. Nee. Wat dan wel? Nou. Ik begin met zwart. Ja. En dan komt dat hele donkere paars. Wat, ja, de ene zegt het lijkt wel bruin, nee, het behoort paars te zijn. En dan roze. Dus ja, ik begin dus met zwart. En zwarte poeder is er bijna niet meer. Dus ja, dan neem ik dit. Ja, waarom niet? En het is waterproof, dus ideaal. Ik ben er weer blij mee. Ja, want dat had ik toch wel weer bijna nodig. Ja, voordat het helemaal op is, kan je niks meer beginnen, nee. En ik gebruik altijd zwart als hoofdkleur. Zwart staat ook overal bij. Dus ja. Dus ja, dat kan mee naar boven. En ik zal zo meteen even op mijn mobiel kijken. Naar het buienalarm. Want ik moet eigenlijk nog even naar de Vomar toe om kattengrit te halen. Dat is op. En ik moet nog waterdicht spray hebben. En ik moet nog magie hebben. Dus ja, dat moet ik nog wel even halen. Snappen jullie? Begrijpen jullie? Dus ja, maar dat komt allemaal wel goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. En ja, kijk gezellig op mijn YouTube-kanaal, op onze YouTube-kanaal. En naar de hondjes enzovoort. Eentje legt nou lekker onder de stoel te slapen.
ik die zo in de mand leggen. Lief toch, dat is zo lief, hè? Ja, dat geniet ik, als die zo lief zijn, echt wel. Dan probeer ik dat ding weer neer te zetten, want jullie staan weer even in de statief. Maar oké, ik zou zeggen, ik heb het koud, ja, boeg. Ik heb net de kachel weer en ik had hem uit en nu heb ik het koud. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Vergeet mij niet, ik vergeet jullie niet. Dus geniet. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer lekker thuis. Lekker bij de warme kachel. Wat is het koud. Ik was even bij Bruna kerstpostzegels halen. Ik kon niet eens iets zelf betalen, hè? Nee. En ik had toch mijn handschoenen aan, maar ik kon het niet. Zulke pijn aan mijn handen, van de kou. Ik zat helemaal te verkrampen. Nou, echt niet normaal meer. Zo gemeen koud is het. Dat ik ben blij dat ik weer bij de warme kachel ben. Ja, en dan moet je er ook nog weer uit met die meisjes. Want dat gaat allemaal wel door. Pijn of geen pijn, het moet. Maar het is gewoon niet leuk. Zo koud is het. Baden is dat, ja. Maar ook heb ik weer vleeswaren gehaald. Ik had gisteren maar een heel klein beetje. Ik heb nou weer een voorraad. En dus daar kunnen we weer even 14 dagen ongeveer heen, als het niet langer is. En wat potjes met groenten. Zoals rode kool en bieten en spinazie. En ja, ik dacht dat die grijs was, die oude. Maar dit is de oude. Die is dus niet grijs, maar heel donkerblauw. Met wit en lichtblauw en een kleurtje van een tent. Geel is dat. En deze is weer anders. Dus ja, 4-in-1 bescherming voor textiel. En ja, dit is denk ik waterbestendig, geloof ik, zover ik weet. Maar dit is ook olie en weet ik veel wat nog meer. Dus ja, dan schijnt die toch beter te zijn, dacht ik. Maar in ieder geval, ik moet van die even een foto maken. En als ik van de week dan weer bij de FOMA ben en datzelfde vrouwtje is, dan moet ik hem even laten zien. Want die kwam ook bij de FOMA, maar die hebben ze dus niet meer. Of ja, ik heb hem ergens anders gedaan. Weet ik veel, maakt ook niet uit. Ik heb in ieder geval weer nieuw. Het moest toch weer komen, ja. Die heeft dorst. Maar dat heb vrouwtje ook. Want ik heb al lekker een bakje koffie. En uiteraard een Bounty erbij. Ja. Helemaal lekker, lekker, lekker. Nou, ik heb nou die lichtjes aan. En die lichtjes. Zo. Daar naartoe. Ik weet niet eens niet. Of dat dan in de hal. Ja, die is ook aan in de hal. Tuurlijk. Kijk. En dat met een AB. Hoe doen we dat? Ja. Hoe doen we dat? Dus helemaal fijn, helemaal top, helemaal geweldig. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik weet niet eens hoe laat het echt is. Even kijken. 16:24 zegt mijn horloge weer 2 minuten voor. Dus ja, kan je eraf halen. Dus zo laat is het nog niet. Ik ga een bak koffie doen, de boodschappen opruimen. En dan ga ik nog met die kersttakken even in de weer. Ja, ik weet nog niet hoe en wat, maar ik ga er wel mee aan de gang. Maar dat komt allemaal goed. Ja. Ik weet niet wat ik ervan maak. Ik weet het allemaal nog niet. Ik zie wel wat. Daar onder dat tafeltje staan 2 tassen. Daar zit ook verziering in. Maar dat is niet breekbaar. Nee, dat is met roosjes en takjes en weet ik veel om het erin te zetten. Dus we gaan gewoon even straks kijken wat ik ervan maak. Maar ik ga eerst even genieten van een bakje koffie. En ik laat het jullie straks allemaal wel weer zien. Dus, gewoon genieten. En zo, lieve vrienden, weer eentje klaar. Maar die komt buiten te hangen. Ja.
Dus het wordt zometeen festa, een jas aan en touw pakken. Er is al aan de bovenkant, zit er al touw aan de achterkant. Daar kan ik hem al gelijk mee vastbinden. Maar halverwege moet ik nog een stuk touw. Dus ik moet een touw mee, schaar mee. Touw ligt al klaar, schaar nog niet, maar dat komt wel goed. Dus die komt buiten te hangen en dan moet ik er nog eentje maken voor de tafel. Dus ook dat komt wel goed. Maar ik vind het wel weer mooi geworden is. Ja, ja. Eén gouden bal. Nou, er zitten takjes bij en een roosje bij. Een takje met rode dingetjes. Ja, dat is niet echt hoor. Het is allemaal nep. Ja, enkel dat boos. Dat is wel echt een stukje boomstam. Schors, wat is het? Met een dennappeltje. Dennappels zijn natuurlijk ook echt enkel die grote. Dat is bewerkt. Er zit glitter op. Ook niet door mij gedaan. Nee. Roos is ook niet echt. Gewoon gekocht. Dus ja, dat dus. En dan gaat zo meteen naar buiten toe. Ja. Laat ik jullie wel morgen met daglicht zien. Ja, lieve vrienden, ook het tafelstuk van de picknicktafel is klaar. Zoals jullie zien. Maar dat moet ik ook vastbinden, uiteraard met touw. Want anders waait het zomaar weer weg. Dat doe ik altijd. Dus ja, dat ziet er ook weer picobello eruit, dacht ik. Die ligt er ook nog. Nou, dan leg die erbij. Dus ja, helemaal top. Ik ben weer helemaal blij en tevreden. Ja! Ik hoop dat jullie hem ook mooi vinden. Daar een takje met, weet ik veel wat dat voor een bruin ding is. Nou ja, en dan die. En daar ook een takje met besjes en een eikeltje en weet ik veel wat nog meer. Nou, het ziet er toch weer mooi uit, dacht ik zo. Ja. Dus ik ben nog helemaal blij mee, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ervan. En vooral ook straks als het allemaal in de vlog zit verwerkt. Ja, dan is het helemaal genieten. Maar geniet ook maar mee met Karin en Roderick. Oftewel Mrs. en Mr. in Love. Want ook die hebben een super mooi kanaal. Dus ook daar zou ik zeker eens eventjes gaan kijken. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Ja, lieve vrienden, ik ga me weer even klaarmaken. Ik ga even een stukje lopen. Een klein stukje maar, niet zo ver. Nee, ik ga even lekker een uurtje genieten samen met Marianne. Ik ga dus even op visite bij Marianne. En even een bakje koffie doen. En ik heb wat voor de gebakken. En dat zit in een tas. Uiteraard laat ik jullie dat bij Marianne pas zien. Ja, ik heb ook wat voor Mary gemaakt en wat voor Mario gemaakt. Dus helemaal leuk en geweldig. Het is iets kleinig, een kleinigheidje, maar wel leuk. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Dus tot later. Ja, lieve vrienden, daar zitten we dan bij Marianne. En wat heeft ze gekregen? Een mooie kersttak. Ja, het is echt met geweldig. Een mooie rooster in. Dat is toch hartstikke lief? Met een mooie kerstkaart erbij. Ja, echt heel. Die staat aan. Ja, staat die. Kijk. Dat is toch lief, hè? Ja. Dankjewel, schat. En hier is natuurlijk ook onze Maurice. Die zit hier ook bij zijn mama. Dus ja, helemaal geweldig. En ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, het ruikt lekker, hè? Echt. Het ruikt altijd lekker. Heerlijk. Dat als je daar thee voor zet, dat het cholesterolverlagend is. Oh, dat zal wel. Jij weet dat weer allemaal, hè? Qua planten. Er zit heel veel vitamine C, want dat is een dartelspar. Dit is een dartelsparappel. Dit zijn dennennaalden. Ja, maar dat is niet echt. Oh, dat, is dat, niet. Dat is allemaal kunst, dat is zijde. Dat heb ik al jaren. Dit is toch een dennentak? Nee, ja, maar dit is wel echt. Ja. De tak is echt, maar wat erin zit is niet echt. Het is nep, is zijde. Oh, ja. Leuk. Heb ik ooit gekocht bij de Vibra of zo. Ja. Ik ben er heel blij mee, dankjewel schat. Graag gedaan schat. Kom maar. En wie hebben we daar? Brutus. Brutus. Goedendag. Goedendag.
Brutus. Brutus de mensenkat. Ja, maar Brutus die is al in de vlog geweest in, hoe heet die, waar is Sylvester? Sylvester ook al. Zal er bovenhuizen. Of in het mandje liggen. Kan ook. Maar oké, wij zitten hier al te genieten en ik heb een bakje koffie. Zo ja. Dus we gaan lekker genieten, of niet dan? Ja, altijd. Altijd. Tuurlijk altijd. Ja. Dus we zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer de hoogste tijd om af te sluiten samen met jullie. Want ja, het is alweer reeds 3:35 in de zondagochtend. Ik moet nog slapen dus. Maar ja, het was weer even gezellig. De hondjes zijn al uit geweest, meisjes. En het is weer lekker roetje donker op twee straten. De doorgaanse wegen van Den Helder, dat ja, niet fijn om dan daar te moeten lopen, want je ziet soort niks. Nee, vooral in de nachten niet, want dan zijn de licht ook van de woningen uit en anders heb je daar nog wel wat licht van, maar dat nou ook dus niet. Nou ja, oké, gedaan de zaken nemen geen keer. Het zal wel, ja, weet ik veel... dat er iets stuk is onder de grond of zo. Dat was van de zomer ook al zo. Dus ja. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Kan de pret niet drukken. Maar ik zou zeggen, ja. Geniet van jullie nachtrust. Lekker slapen. Mooie dromen. En straks over een aantal uur weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, dan zit je wel op eerste adventszondag. Dus ik zou zeggen, geniet ze en brand één kaarsje. Ja. En je ster natuurlijk aan. Als je die hebt. Ik heb er meerder dan één. Daar hangt er één. In de keuken hangt er één. En ik heb mijn komeet. Dus ja, dat zijn er de drie. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot aan de andere kant van de nacht.